kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik jullie mijn nagellakstash laten zien. Ik heb al een video opgenomen waarin ik mijn limited editie nagellakstash liet zien. En nu is het tijd voor mijn gewone nagellakstash. Er werd ook al naar gevraagd, heb je daar al een video van opgenomen? Nee, had ik nog niet gedaan. Dus nu was het een goed moment om dat te gaan doen. Ik ga niet al te lang stilstaan bij de nagellakjes. Ik zal de namen noemen, maar anders wordt deze video zo heel erg lang. Ga er ook vanuit dat er nog nagellakjes tussen zitten die al lang niet meer te koop zijn, die ik al heel lang heb. Maar zolang nagellak werkt, werkt het voor mij. Ik zal jullie allereerst eventjes laten zien hoe ik mijn nagellak opberg. Dan heb je daar ook een idee van. En dan ga ik jullie laten zien welke lakjes er dus in mijn stash zitten. Dus mocht je benieuwd zijn na deze video, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Zo berg ik dus mijn nagellak op in dit rek. Ik zou met de tijd graag nog een keer een rek erbij willen, maar ik orden alles ook echt op merk, probeer ik. Je ziet hier en daar nu wat lege plekken, maar dit komt puur omdat ik de nagellakjes die ik heb gebruikt nog niet heb teruggezet. En daarom hou ik dan wat lege plekken, maar... Ik maak dit ook één keer in de twee weken schoon, haal ik alles eruit en dan zet ik alles weer netjes terug. Dus dat is ook eigenlijk een beetje wat er dan speelt, waardoor ik het dan pas weer terugzet. Dus zo berg ik het dus nu op en wat dus niet meer past, dat gaat in een la. Zoals altijd heb ik ook weer nagellakjes waar ik nog niks mee heb gedaan, waar nog geen review van is gekomen of die ik nog niet heb getest. Dus die ga ik als eerste laten zien. En ik begin even met een lakje van de Aldi. Dat is van het merk Biocura. Dat is dit nagellakje. Hij zit ook nog helemaal dicht. Ik ga hem ook dicht laten omdat ik hem nog wil reviewen en wil fotograferen. Deze is in de kleur 27 Bloody Red. En ik vond dit wel erg leuk uitzien omdat hij zo donkerrood is. Dan heb ik een gel topcoat die geen UV-lamp nodig heeft. En deze is van de Action van het merk Max & More. En ze hadden al gel nagellak waar je een topcoat voor, of waar je een lamp voor moest gebruiken, maar nog niet waar je geen lamp voor nodig had. Dus is in ieder geval een topcoat. Dan heb ik een lakje van Catrice en deze komt uit de Ico Nails. Het is een zwarte, heeft de naam 20 Black in Black to the Roots. Dus dat is deze en die hebben dan zo'n dubbele dop, zeg maar. Wat ik wel heel luxe vind. Dan heb ik ook een Luxe Grown Full Effect Polish lakje. Hier krijg je een soort zilver effect van. Heeft de naam 01 Liquid Silver. Hier krijg je zo'n soort mirror effect van. Deze is dus ook van Catrice. Dan heb ik ook een Pure Glam nagellakje. Deze is ook van Catrice. En deze heeft de naam 02 New More Worry Less. Dan heb ik ook van de Luxe Grown 2-in-1 Base en Topcoat. Die hoort bij van die nagelpoeder, zeg maar. Maar hier heb ik dus ook nog niks mee gedaan. Dan heb ik van Essence een Everyshine Shine Boost Technologie Topcoat. Ook zonder UV-lamp. Dus ik denk dat deze heel veel glans gaat geven als ik dit zo zie. Heeft verder geen bijzondere naam. Dan heb ik van Essence een Cosmic Lights nagellakje. Dat is deze roze. Deze heeft de naam 03 Into the Moon and Back. Of To the Moon and Back. Dat is deze. Van Catrice heb ik dan een Spectra Light Effect nail lacquer. Dat is deze. Heeft de naam 02 Iridescence Illusion. Dat is deze. Dan heb ik van Essence een Glitter On Glitter Off Peel Off Nail Polish. Die kun je dus eraf pulken. In de kleur 03 Party Queen. Uiteraard roze. En een Power Volume 3D topcoat van Catrice. Dat is deze. Dus deze lakjes heb ik nog niet geprobeerd. Dus die zitten nog in mijn review pakken. Dan ga ik door met de nagellakjes die dus in mijn rek stonden. En allereerst heb ik een nagellakje van Rimmel. En deze komt uit de Rita Ora collectie in de kleur 270 Sweet Retreat. Dat is deze. Mooi roze kleurtje.
Dan heb ik een 60 Second nagellakje van Rimmel in de kleur 619 Pulsating. Deze. Een nagellakje van W7 in de kleur 23 Neon Pink. Dan heb ik van NYC een Rock Muse Smoke Topcoat. Dit is gewoon zo'n topcoat die een glittertje geeft in de kleur 001 Rock Muse. Je ziet de hele fijne glitterdeeltjes ook wel zitten, denk ik. Een nagellakje van OPI. En deze is goud. Heeft hij ook nog een naam dan? Waar staat hij onderop? 50 Years of Style. Nou weet ik dus niet of dat dit de naam is. Ik ga het nog even nakijken. Mocht je een speciale naam hebben, zet ik het even in beeld. Maar dit is wel een heel mooi goud kleurtje in ieder geval. Leuk voor feestdagen of zo. Een lakje van Sinful Colors Professional. Dat is deze. En deze heb ik in de kleur 264 Vacation Time. Heel mooi kleurtje ook. Een lakje van NYC. Dat is deze. En deze heeft de naam 247 Prince Street. Paars kleurtje. Een nagellakje van de Hema. En ja, deze hebben nog nummers. Deze hadden nog geen namen. Maar dat is een roze kleurtje en heeft nummer 43. Nog een nagellakje van NYC. Deze heeft de naam 220 Caramel Toffee. Het is ook echt een heel tof kleurtje. Ik hoop dat hij een beetje goed overkomt op camera. Maar het is echt een heel mooi kleurtje. Lijkt een beetje parelmoer, zeg maar. Nog een lakje van NYC. 119 City Blackout. Gewoon een basic zwarte. Een oranje kleurtje van de Ethos. Heeft verder geen naam. Wat is voor Koningsdag gekocht, geloof ik. Dan heb ik een French Manicure lakje. Deze is van Miss Sporty. Het is een roze kleurtje. Heeft verder geen naam, maar die gebruikte ik heel graag voor ja, French Manicure, zoals je dat eigenlijk al kunt vermoeden. Nog een nagellakje van de Hema. Dit is een topcoat. Dit zijn dots. Heeft nummer 7. Nog een nagellakje van Hema in kleur 208. Heel tof kleurtje, ook gebruik ik heel graag. Een nagellakje van Rimmel in de kleur 260 Funtime Fuchsia. Paarsachtig kleurtje dit. Een nagellakje van Max & More van de Action. Dit is een ombre nagellakje. Het leuke aan dit nagellakje is dat als je hem opbrengt, dat hij met kou en warmte zeg maar verkleurt. Dus dan krijg je echt een ombre effect. Echt heel tof. Dan weer een lakje van NYC. Deze heeft de naam 246 Park Ave. Dit is een peel of strip me up. Het is een soort base coat van NYC. Die heeft ook 001 strip me up de naam gekregen. En als je dit aanbrengt, dan kun je de nagellak er gewoon aftrekken, zeg maar. Nog zo'n nagellakje van Miss Sporty. Dit is dan de witte variant om je tips, zeg maar, wit te maken. Een nagellakje van de Action. En dit was zo'n magnetisch nagellakje. Het werkt voor gemeten, maar de kleur vind ik wel heel tof. Een nagellakje van Catrice. Dit is de Soft Blossom with Floral Scent. Deze heeft de naam 04 Coachella Vibes. En deze ruikt ook echt heel lekker. Echt een soort bloemengeurtje heeft deze. Echt heel fijn. Nog een nagellakje van de Action. Kleur 330 Pink. Nog een nagellakje van Action. Dit was een nude kleurtje. Die heb ik namelijk ooit in zo'n setje gekocht. En het is echt een super tof kleurtje, moet ik zeggen.
een nagellakje van Hema, een kleintje in de kleur 11. Een beetje zilverachtig is dit. Van Essence heb ik ook Nail Art Expressie Dry Drops erin zitten. Hier, als je deze over je net gelakte nagels aanbrengt, dan drogen ze heel snel. Dus dat is heel prettig. Vooral als je het even allemaal wat sneller wilt laten drogen. Dan heb ik van Essence de Isle of Trend Nail Polish. Dit is eentje uit de Porcelains in de kleur 52 Pretty Little Thing. Glitter Top Cut van de Hema in nummer 4. Een nagelverharder van de Hema. Dit is 10, nummer 10. Fijn als je nagels wat brozer zijn. Nog een nagellakje van de Hema. Beetje geel kleurtje, nummer 13. Nog een nagellakje van de Hema. Blauw, nummer 834. Een lakje van NYC en deze heeft een 225 Water Taxi Peach. Het is inderdaad ook een peach kleurtje, heel tof. Een nagellakje van Shant van de Lidl is dit. Heeft deze een naam? Elle French Look Rose. Dat is ook voor een French manicure bijvoorbeeld. En nog een klein lakje van de Hema, nummer 18. Goud rosé, zeg maar een beetje. Als ik dat zeg, lijkt het wel een beetje Amerikaans. Nog een nagellakje van Fashion Professional, ook van de Action is dit. Nummer 44. Een base coat van de Hema, nummer 35 is dit. Dan heb ik van Essence de Studio Nails een anti-split nagelsealer. Is wel fijn als je echt broze nagels hebt. En een lakje van Catrice. En deze heeft de naam 38 Fino Tinto. Heel donker paars kleurtje is dit. Echt heel tof ook. Dan heb ik hier een nagellakje van de Color & Go Line van Essence. Die dus al lang niet meer te koop is. Heeft de naam 129 The Boy Next Door. Dan heb ik hier een setje van Essie met drie kleurtjes erin. Ruffles and Feathers, Hout in the Heat en Roar Range. Drie toffe kleurtjes ook. Dan heb ik nog zo'n setje van Essie. En deze hebben de naam Mademoiselle Fifth Avenue en Mint Candy Apple. Dan heb ik hier een Iconails Gel Top Coat van Catrice. Echt een heel fijn product is dit. Je nagellak blijft hier echt heel lang door zitten. Dus super tof. Dan heb ik ook nog twee Iconails Nieuw Lak kleurtjes. Hier zit in de 32 Catch Your Pink On en 33 Pink Outside the Box. Nou vind ik dit wel meer rood moet ik zeggen dan roze. Maar goed. Fijne lakjes. Dan heb ik de Gel Nail Polish Base Coat van Essence. Een Nail Base, de 24/7 van Essence. Een Color & Go lakje, dat is deze. Deze heeft de naam 154 Pink & Proud. Ik vind meer paars, maar goed, het zal wel. Een lakje uit de Nail Gel Polish Line van Essence in de kleur 20 Beautiful Lies. Dan heb ik hier van Gel Nails at Home een Peel Off Gel Base. Dat werkt in combinatie met een lamp ook. Weer een Color & Go lakje. Dit kleurtje heeft de naam 111 English Rose. Nog een Color & Go lakje. In de kleur 108 Ultimate Pink. Nog een Color & Co lakje. Deze heeft de naam 107 Naughty & Pink.
Dan weer een gel nail polish van Essence in 67 Love Me Like You Do. Hier denken we gelijk aan 50 Shades. Het nummer van Ellie Goulding, Love Me Like You Do. Althans, ik wel. Ik vond hem alleen al tof vanwege de nog een gel nail polish van Essence. 64 Iceland. Hoppit. Groen kleurtje. Nog een gel polish van Essence. Ik heb alles in de bak gegooid, dus ik pak het gewoon random eruit. Maar nu komen vaak de Essence komt naar boven. Deze heeft de naam Mandarin Bay kleur 12. Heel tof kleurtje. Dan nog een gel nail polish. Deze heeft de naam 52 Amazed by You. Dan heb ik weer een gewoon Goller & Go lakje van Essence in de naam 104 Sweet as Candy. Heel licht kleurtje. Nog een gel nail polish. En dit is de 21 A Whisper of Spring. Een beetje licht paars, lila kleurtje eigenlijk. Heel tof ook. Een Color & Co. nagellakje in 114 Femme Fatale. Lekker rood. Ik hou ervan. Gel nail polish in 44 On Air. Mooi goud glitter kleurtje is dit. Heel tof ook. Nog een gel nail polish. 33 Wild White Waste. Ook heel fijn om als base coat. Of gewoon als base coat te gebruiken onder een kleurtje die niet zoveel pigment heeft. Aanrader. Color & Go lakje 125 Absolutely Blue. Paars kleurtje ook. Dan heb ik een Gel Look Plumping Topcoat van Essence. Een topcoat die ik eigenlijk al jaren gebruik. Heel erg fijn om je nagels mee af te lakken. Nog een... dit is een Nude Glam lakje van Essence. In de 06 Cookies & Cream. Echt een heel, heel licht kleurtje wel. Nog een Color & Go lakje in 156 Me & My Lover. Dit is een rood glitter lakje. Heel veel gebruikt ook met kersttijden. Echt super tof. Dan heb ik weer een gel nail polish. Blijft een moeilijk woordje. 24 Indian Summer. Ook echt een super tof kleurtje. Vooral in de zomer vind ik het. Dan heb ik een Special Effect topper van Essence in Glitter in 01 It's Purplicious. Roze paars glitter kleurtje. Als topcoat uiteraard. Weer een Color & Go lakje van Essence in 118 Little Miss Sunshine. Lekker geel. Mooi geel is niet lelijk jongens. Weer een gel nail polish in de kleur 31 Electric. Met heel veel i'tjes. Ook een blauw kleurtje. Color & Co lakje weer. 128 Let's Get Lost. Een gel lakje. Gel nail polish. In de kleur Elf Forever Young. Rood kleurtje. Ik hou ervan. Dan heb ik de Studio Nails Ultra Nail Repair van Essence. Het zijn wat verzorgingsproducten waar ik ook altijd heel veel gebruik van maak. Omdat je nagels gewoon broos worden en ik ze gewoon elke week in een ander kleurtje lak. Een topcoat. Dit is de Light Reflection met een soap bubble effect. Deze van Essence. Een Studio Nails XXL Nail Thickener van Essence. Dus deze. Dan heb ik een Nail Art Magnetic Topcoat. En hier moest je met zo'n magneetje overheen. Maar volgens mij werkt dit niet echt super tof. Super goed. Maar het idee is leuk. Misschien heb ik het nooit helemaal goed getest. Een Gel Nails at Home lakje van Essence. En dit is de Clear Gel Topcoat. Heel veel ook gebruikt. Als ik gel een nagellak wil, vind ik altijd heel fijn. Van Essence heb ik de Nail Candies. En dit was een 6-in-1 product. Die bood van allerlei dingen. 06 Soda Pop en Candy Shop. Roze ook weer. Dan heb ik een Color Booster Base Coat.
En dit is dus ook zo'n lakje die je gewoon kunt aanbrengen, waardoor de kleur net wat intensiever wordt. Dan heb ik nog een Gel Nails at Home Primer. Die moest je dan ook gebruiken als je die gel nagellak wilde aanbrengen. Ik gebruik het nog steeds heel vaak. Ook bijvoorbeeld als ik acrylnagels zet. Van Essence een Nail Art Magnetic lakje in de kleur 03 Magic. Nee, ja, Magic Band. Het is deze. No Makeup Look nagellakje in de kleur 03 Powdery Nudes. Lijkt het op dat je hele naturelle nagels hebt, zeg maar. Dan weer een Gel Nails lakje. Dit is 70 Gray Zone. Grijs kleurtje, zoals je al waarschijnlijk aan de naam doet denken. Van Catrice een Highlight Top Coat. Deze. Een I Heart Trends Nail Polish van Essence in de Metals. In de kleur 14 Turn Up the Volume. Een CC Care Conceal lakje van Catrice in de kleur 06 Perfecting Pale Almond. Deze. Dan een Million Styles Effect topcoat met holo effect. 05 Let's Do The Whole Show. Dat is deze. Een I Love Trends Nail Polish in de Pastels van Essence in 04 Sweet All First Sight. Een Silky Matte topcoat van Catrice. Zo'n Gel Nails at Home. Dit was een special effect topcoat. En hier kreeg je dus kleine glittertjes van op je nagels. Een Satin Matte topcoat van Essence in 26 Matte About You. De I Love Trends van Essence in de Nudes heb ik de 03 I'm Lost in You. Een Glossy Nail Glow van Catrice. Hier heb ik zo'n twin nagellakje van Essence, dat is deze. En dit is allereerst de kleur 03 Carry. Die breng je als eerste aan en dan kun je dan deze topcoat overheen aanbrengen. In de kleur 03 Mr. Big. Leuke combinatie is dat. Van de Gel Nails at Home heb ik ook nog een French Cat Gel topcoat. Voor als je alleen gewoon dit wilt aanbrengen zonder dat je nagellak wilt gebruiken. Voor net een beetje meer glans. Dan heb ik nog een Pro White effect van Essence. Om je nagels net een wat frissere look te geven. Heb ik nog een glitter topcoat voor de pastel nagellak in de kleur 06 Sparkles in the Bottle. Dan heb ik ook nog zo'n variant voor de nude, zeg maar, ook van die I Heart Trends. Heeft de naam 04 Cupcake Topping. Dan heb ik ook nog een Glow in the Night topcoat van Essence. Ook wel grappig. Lig je 's nachts in bed, zie je je nagels oplichten. En heb ik nog een Jewelry topcoat van Essence in de 33 Where is My Crown? Dan heb ik ook nog een lakje van Rimmel. Deze is ook uit de Rita Ora collectie. In de naam 323 Don't Be Shy. Van Essence heb ik Out of the Space Stories. Dit kleurtje in de 04 Beam Me Up. Een Color Boost High Pigment Nail Polish. En deze is in kleur 08 Instant Party. Ook weer mooi roze. Dan heb ik van Catrice Gel Shine, een base coat en een top coat. Werken zonder lamp beide. Maar hiermee kun je dus ook een soort gel nagels aanbrengen. Zonder dat je een lamp hoeft te gebruiken. Van Kruidvat heb ik hier een nagelverharder. Extra strong. Echt een hele fijne. Als je een nagelverharder zoekt, kan ik je deze aanraden. Want deze is echt super.
Dan heb ik nog een Metal Shock Ceiling Topcoat van Essence. Deze die hoort dus ook weer bij die poeder, zeg maar, die Essence ook in het assortiment heeft. Dan heb ik van Sally Hansen een nagellakje in de kleur Crushed. Deze. Een China Glaze nagellakje met een Crackle Glaze. En hier krijg je dus een beetje zo'n gekrekt, ja, zo'n cracked effect, zeg maar, dat het een beetje breekt. Dit is de 1044 Platinum Pieces. Nog een nagellakje van Essence. En dit is ook een cracking topcoat. Ook zo'n brekend effect, zeg maar. In de kleur 09 Crack Me True Red. En ik heb hier nog een Colorama kleurtje van Maybelline. Maar ik kan hier de kleur niet van lezen, want deze komt van de Action. Er zit zo'n sticker overheen die ik er niet afkrijg. Dan heb ik van Catrice een Luxury Nudes kleurtje in de kleur 07 Delight in Pure Lights. Dat is deze. Een Glow & Care van Essence in de kleur 05 Love & Care. Een lakje van Rimmel. Deze komt uit de Kate Moss lijn in de kleur 317 Hip Hop. Een kleurtje die ik ook heel vaak al heb gedragen die ik heel fijn vind. Dan heb ik een Brushed Metals lakje van Essence in de kleur 04 It's My Party. Een French Topco, French, ja, voor French Manicure, een witte in de kleur 03 True Friendship. En dan de roze variant en die is in de kleur 02 French Are Forever. Dan nog een Crushed Metals lakje van Catrice in de kleur 03 Shooting Star. Dus deze. Een Brown Collection nagellakje in de kleur 04 Unmistakable Style. Nog een lakje van Catrice die niet helemaal goed dicht zit, zie ik. Volgens mij heeft hij zo'n... Oké, nou ja, het zal wel. Deze heeft de kleur 37, de Effect Maker. Dat is deze. Ga ik even apart zetten voordat hij gaat lekken. Dan heb ik nog een Tip Painter van Essence. Dan heb ik van Catrice nog een Chrome Infusion Nail Lacquer. Deze is in de kleur 04 Unexpected Red. Nou, ik vind hem eigenlijk meer een beetje paarsachtig lijken als je hem draagt, maar geeft niet. Mooi kleurtje ook. Van de Color & Co line van Essence dan nog de 146 That's What I Mint. Zo toepasselijk ook. Nog een Color & Co lakje en dit is de 150 Upper Green Sight. En dan heb ik nog een gel Nailish topcoat van Essence die zonder lamp is. Dus die ook. En de laatste lakjes, die zitten hierin. En dit zijn gel nagellakjes. Die gaan gewoon van de Action. Maar ik vind ze best mooi. Ik heb allereerst hier Rose Quartz. Je kunt het zo niet zien hoor, maar het is een heel mooi roze kleurtje. Maar als ik het dopje ga opendraaien, dan wordt het best wel een smeerbol. Dus dat, ja, ik kan het op zich doen, zodat je misschien een beetje een idee krijgt van de kleur. Kijk. Anders zegt het jullie natuurlijk niks als ik het niet doe. Dat is die. Dan heb ik de kleur red. Gewoon rood. Dan heb ik hier een base coat. Die is gewoon transparant. Dan heb ik de Aubergine. Dit is paars. Nog een pink. Maar die is wel weer anders roze als die andere. Kotje donkerder. Ook heel tof moet ik zeggen. Dan heb ik Nude. Nee.
dat weet iedereen wel wat voor kleur dat is natuurlijk. Dan heb ik marine. En dit is blauw. Dan heb ik er nog twee. En dat is allereerst dark red. Die is dan weer een tikkeltje donkerder. En ik heb black. Dus mooi zwart. Ik moet zeggen dat deze lakjes echt goed werken. Deze werken dan wel met een lamp. Maar ja, ik vind het wel hele toffe lakjes. Dit waren dan ook al mijn nagellakjes. Het waren er superveel. Volgens mij is het alsnog een lange video geworden. Ik heb geprobeerd het een beetje kort mogelijk te houden. Ik heb hier nu echt een hele grote band aan nagellak staan. Dus ik ga dit gewoon gelijk opbergen. Maar ik vond het wel leuk om dit jullie te laten zien. En omdat er ook wel nagevraagd wordt, dacht ik, nou, leuk om dat eventjes te doen. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of jullie zelf nagellakdragend zijn. En wat voor kleurtjes je dan zelf het liefste draagt. Zoals je ziet heb ik wel heel veel roze. Maar ik probeer het ook wel een beetje te variëren. Voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het kijken. Vond je deze video nou leuk? Doe dan vooral even je duimpje omhoog. Ben je nieuw op mijn kanaal? Kun je je gratis abonneren. En als je ook even op het belletje drukt, blijf je op de hoogte zodra er een nieuwe video online komt. Omdat je een melding krijgt. En dan hoop ik je bij de volgende video weer te zien. Doeg!